Ja, wij bevinden ons in een boerderijwinkel in buurtschap Huppel. En met wie hebben we het genoegen? Met Rina te winkel. En u bent eigenaar van de boerderijwinkel Te Winkel. Ja, dat klopt. Samen met mijn dochter zijn wij eigenaar van Boerderij Te Winkel. Ja. Dat is de naam van onze boerderijwinkel. Ja. En daarnaast ook nog van Clarabella IJs. Ja. Wij maken en verkopen ook ijs. U verkoopt alles uit de automatie? Ja, niet alles, maar het meeste wel inderdaad. De eieren en aardappels. Hoe komt u op zo'n idee? Dat is eigenlijk gekomen omdat iemand in de buurt die automaat had en die is ermee gestopt. Ja. En die hebben we overgenomen. Een Dus formaal. het op het moment wel wat drukker is in de boerderijwinkel als normaal. En waar dat precies door komt, in het begin hadden we het idee dat mensen echt ook wel met name veel aardappels meenamen. Dat is nu weer een beetje afgelopen. Maar ja, toch misschien een beetje een gevoel van ik moet wat in huis hebben, want misschien mag ik zo meteen maar af en toe meer de deur uit. En dat merken we ook met eieren. Dus door dat coronavirus verplaats ik min of meer het winkelend gedrag van een aantal mensen naar hierheen toe. Ja, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Dat mensen ook misschien ook dat ze even een eindje gaan rijden om er even uit te zijn. En denken van nou, dan halen we hier even een paar doosjes eieren of een zakje aardappels. Ja. En nu sinds kort ook het ijs weer hebben we weer een aantal weken. Dus ik denk dat het wel ermee te maken heeft. Nog geen hamstergedrag? Ja, misschien een beetje. Ik weet niet of het echt hamstergedrag is. Ik denk Ja. dat mensen ook graag wat in huis willen hebben met het oog op van wat voor maatregelen komen er nog. En dan hoef ik tenminste ook niet zo vaak de deur uit, want dat wordt toch gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ja, Dus, de maatregelen gelden nog tot, zoals het nu uitziet, tot 28 april. ja, Wat klopt. verwacht u? Nou, ik denk dat het na die tijd in elk geval niet meteen weer helemaal normaal wordt. Het is Ja. natuurlijk net hoe het zich ontwikkelt, ook nu nog naar het noorden toe in het land. Dus dat gaat niet meer zo van de een op de andere dag van slot af. Ja, u bent een erg kleine winkel, houdt u die afstand ook, houdt u dat ook bij 1,50 meter? Want zo groot is het hier ook weer niet. Nee, dat klopt. We hebben ook daar op de deur een briefje hangen Ja. dat dus de klant eventjes buiten moet wachten tot de klant wie binnen is klaar is en dan pas naar binnen mag Heeft komen. zich dat al voorgedaan? Dat hier rijden mensen hier voor Nou, de deur rijden staan? niet, maar het is wel af en toe inderdaad dat iemand hier bezig is en dat ze even kijken van, oh ja, ik moet even wachten. Ja. En dan wachten ze tot ze eruit zijn. Ja. En regelmatig ook het ontsmetten van de eierautomaat en al zulke dingen. Ja, met name daar de toetsjes waar dus het vaknummer ingetoetst moet worden, maak ik geregeld schoon en waar het geld in moet. En waar ook het wisselgeld uitgehaald kan worden. En natuurlijk de handvaten van de klepjes. Ja, men kan zowel contant als via PIN Ja, als de ze betaling voldoen. met PIN willen betalen, dan moeten ze eventjes op een belletje drukken en dan kom ik even met PIN-automaat. Ja. Maar dit is geen automaat waar je dus mee pinnen kunt. Ja. Assortiment, u zei net eieren, aardappels. Ja, En ik zie ook nog wat andere dingen. kaas inderdaad, van Wenink uit Lievelde, zakjes en verder allerlei streekproducten, honing van de plaatselijke imker, de meel van de Zeevinkmolen, koekjes van de plaatselijke bakker. Je speelt ook alleen op Pasen, of niet? Of gaat dat even voor dit keer voorbij? Ja, normaal hebben we dus met Pasen altijd twee scholen die een eieractie doen en daar leveren wij dan de eieren voor. Ja, de scholen Maar zijn dicht. de scholen zijn dicht en de Ja. acties zijn afgeblazen. Dus ja, dus wat dat betreft missen we dat ook wel weer. En Ja. normaal leveren we ook één keer in de week nog aan een groot gedeelte van de horeca in Winterswijk de verse eieren. Maar dat valt ook helemaal weg. En het is Dus allemaal biologisch. nee, het is niet biologisch. Nee. Dat niet. Nee. Het zijn eieren van Pechdam uit Lochem. Ja. Dus het zijn Achterhoekse eieren. En die worden ook gevoerd met graan van zijn eigen land. Dus, Ik zag ergens dat er ook sprake was van 40% meer omzet. Is dat hier ook zo? nou, 40% wil ik eigenlijk niet. Ja, 40% denk ik niet. Maar dat komt ook juist omdat bij ons de horeca wegvalt. Ja. En maar hier in de winkel denk ik zo'n 30% meer omzet. Ja.
De klanten kunnen hier terecht van hoe laat tot hoe laat? Meestal doen we rond een uur of 7, 8. Tussen 7 en 8 doen we de deur open. En s'avonds gaat die, tussen 10 en 11 gaat die weer dicht. Dus, en dan kunnen de mensen, ja, het is allemaal zelfbediening. Dus, en mochten de mensen wat grote hoeveelheden willen hebben, ja, dan kunnen ze altijd op het belletje drukken. Goed, nog bedankt voor uw toelichting en ik wens u ook goede tijden, ondanks de onzekerheid. Dankjewel, dat hebben we allemaal nodig. Ja, dank u.